Breda Nu. Je weet het meteen. En nu is het festival begonnen en kan het feest beginnen. Vrijdag 16 februari werd in het Chassé Theater het Taartrovers Filmfestival geopend. Een driedaags filmfestival voor kinderen van 2 tot 9 jaar, waarbij creativiteit centraal staat. We zijn een filmfestival, we doen het al langer. En we willen heel graag kinderen inspireren en uitdagen om echt zelf aan de slag te gaan. En zelf te gaan ontdekken wat ze leuk vinden en zelf te gaan knutselen of creatief bezig te zijn. We zijn begonnen in Amsterdam en we zijn eigenlijk ieder jaar steeds groter geworden en steeds een stad erbij. En dit jaar hebben we 10 steden die we aandoen, dus waaronder Breda. Superleuk! En wat vind jij het leukste dat je tot nu toe hebt gedaan? Ik denk de snoepdingetjes maken, zo'n snoeptekening. Hoe vind je het hier? Leuk. Eigenlijk is het veel beter dan we verwacht hadden. Ja, de opening is helemaal uitverkocht, dus daar zijn we heel blij mee. En dat loopt ontzettend goed en er komen heel veel kinderen, dus daar zijn we heel blij mee. Dat is eigenlijk met een vriendin van mij. Die kon er vandaag niet bij zijn. Dus mijn vriend Andreas valt in voor haar. Zij is bekend met de mensen van het festival. Ze hebben haar gevraagd om je muziek bij te maken. En ze maakt ook fantastische pakken, zoals deze. Dus zodoende. Breda Nu. Je weet het meteen.